contact met een kind zocht met de bedoeling vergaande seksuele activiteiten met hem te ontplooien. En er bovendien niet voor terugdeinsde hem en zijn moeder te bedreigen. Te ons toedoen werd hij vorig jaar gearresteerd. En toen bleek achter die valse naam notabene een leraar en sportcoach schuil te gaan. De afloop van een geruchtmakende affaire die een waarschuwing inhoudt voor iedereen met kinderen die wel eens internetten en chatten. Want ook op internet is niet alles wat het lijkt. Op zaterdag 26 januari 2002 stopt een Mazda 323 voor het station in Alkmaar. In de auto zitten dan 43-jarige K. Hij heeft een afspraak met David. Hier in beeld in zijn gele jas en met zijn rode pet. David is een scholier van 15 jaar. K is van plan om David mee naar huis te nemen en samen homo-video's te bekijken en seksuele handelingen met de minderjarige jongen te verrichten. Maar K krijgt de schrik van zijn leven als niet David, maar Peter bij hem in de auto stapt en hem confronteert met zijn praktijken. Waar wou je met dit kind naartoe gaan? Maak je nou echt geen zorgen. Ik was gewoon gezellig. Nou, dat kan natuurlijk niet. Waar wou je met dat kind naartoe gaan? Nou, dat kost mijn carrière. Peter is K op het spoor gekomen na een mailtje van Davids verontruste moeder. Want wat bleek? Enige tijd voor de bizarre ontmoeting op het station in Alkmaar heeft K via een internetsite contact gelegd met haar 15-jarige zoon. Op een voor jongeren populaire chatbox heeft K de scholier dit bericht gestuurd. Hopelijk voel je je niet beledigd, maar hoi, ik ben op zoek naar een jongen van jouw leeftijd die misschien verlegen of onervaren is, maar het best leuk zou vinden met mij homo-video's te kijken. Ik geef toe, als er nog spannender zaken zouden gebeuren, zou ik dat best leuk vinden, maar niks moet. Als het bericht bij David binnenkomt, vermoedt hij aanvankelijk dat het gaat om een grap van een van zijn vriendjes en stuurt K een mailtje terug. Maar al snel blijkt het menens. De 43-jarige K zoekt via internet contact met jonge jongens om seks met hen te hebben. Als David merkt dat het geen grap is, schrikt hij en krabbelt terug. Maar dan blijkt dat K niet zomaar opgeeft. Hij komt achter het adres en telefoonnummer van David en dreigt om die gegevens op internet te zetten met daarbij de tekst dat David homocontacten zoekt, als hij niet meewerkt. David waarschuwt zijn moeder en die stapt uiteindelijk naar de politie. Maar daar krijgt ze te horen dat er geen sprake is van strafbare feiten. Er is immers nog niets gebeurd, zo concludeert de politie. En daarom kan Davids moeder geen aangifte doen. De wanhoop nabij neemt ze contact op met onze redactie. Wij besluiten de zaak wel op te pakken en te onderzoeken wie de man is die David bedreigt en seksuele bedoelingen heeft met de minderjarige scholier. Al snel komen wij erachter dat de man die via internet kinderen benadert onder de naam Vincent in feite K heet. K is leraar en traint als coach op hoog niveau jonge sporters. Omdat hij nog steeds van plan is om David te ontmoeten, besluiten wij om de afspraak door te laten gaan en dan K te confronteren met zijn praktijken. Kort voor de afspraak op het station hebben David en K telefonisch contact. En daarbij doet de jeugdtrainer de scholier nog een opvallend voorstel. Hij vraagt of hij een kort sportbroekje aan wil trekken. Ja, dat vind ik gewoon leuk. Ik vind het leuk als je met elkaar praat en zo. Ik weet niet, korte broekjes wordt gewoon leuk. Ja. Ja, maar wind je dat op dan? Of? Ja, weet ik wel. Ah. Dat doe je liever niet. Nou, ik kan het best doen, hoor. Ja, ik vind het wel grappig, ja. Ik vind korte broek gewoon leuk. Ik vind het leuker dan dat iemand in een korte broek zit, dan dat iemand bijvoorbeeld in een slipje zit of zo. Ja. Nou. Een nogal bizar verzoek. Vooral als je bedenkt dat deze man dus wekelijks jonge kinderen in sportbroekjes traint. De afspraak is gemaakt. David gaat op weg en K zal de 15-jarige jongen oppikken bij het station in Alkmaar. Onze verborgen camera's draaien. Als niet David, maar Peter bij K in de auto stapt, stort de wereld van de pedofiel even in. Jij gaat nu mijn carrière kapot maken? Dat doe je toch zelf? Nee, maar ik niet. Vind jij het normaal dat je met minderjarige kinderen zulke contacten hebt en dat je ze dan zonder dat de ouders dat weten op een station oppikt om seks met ze te gaan hebben? Jij gaat nu mijn carrière kapot maken. Nee, dat doe je zelf. Nee, maar je maakt mij niet de schuld geven. Nee, maar dat doe je zelf. Je maakt me nu kapot dus. Dat doe je zelf, ik niet.
Oké. Maar... Vind je dit normaal? Ja, ik kan. Om met een kind, een kind hier op te pikken? Dat is een misdrijf wat je pleegt. Nou ben je stil, hè? Ja, natuurlijk zit ik kapot. Ja. Maar dit is toch niet normaal wat je doet? Nee. Hè? Ja. Ik ben helemaal kapot. Ja, helemaal kapot? Ja, denk je. Ik kracht leven. Kennelijk maakt K. zich voornamelijk zorgen om zijn eigen reputatie... en staat hij er geen minuut bij stil wat hij de minderjarige kinderen aandoet. De door ons ingezijnde politie neemt K. mee naar het bureau... maar kort erop staat hij weer buiten. Hoewel de zaak nu bij de politie ligt... is de kans groot dat K. gewoon door kan gaan met zijn praktijken... en dat hem als leraar en jeugdtrainer geen strobreed in de weg wordt gelegd. En daarom besluit Peter om zowel de school als de sportbond in te lichten. Die schakelt een tuchtcommissie in. En dan volgt een verbijsterende uitspraak... zonder contact te leggen met ons... en slechts op basis van K's eigen verklaring... trekken zij de volgende conclusie. Vaststaat dat K in contact wilde treden met een minderjarige... Of hij daarbij het opzet had deze minderjarige tot seksuele handelingen te brengen... kan op grond van de stukken niet worden bewezen. Dit terwijl K's e-mails aan David, de telefoongesprekken en de afspraak... toch niets aan duidelijkheid te wensen overlieten. K krijgt van de tuchtcommissie een voorwaardelijke schorsing van een half jaar. Hoewel uit onze uitzending zonneklaar bleek dat K een gevaar is voor jonge jongens... mag hij gewoon doorgaan met het trainen van jongeren in korte sportbroeken. En dat hij een gevaar blijft, blijkt maar al te snel. Precies één maand na onze uitzending is K opnieuw actief op internet. Hij benadert de 11-jarige Melvin via een chatsite. De vader van het kind neemt het chatverkeer direct over... en leest vol verbazing de voorstellen die K zijn zoontje doet. Hij wou hem laten aftrekken voor 30 euro... Waarna dat later tijdens het gesprek met mij bood hij dat ook weer aan... maar dan was het verhoogd inmiddels naar 50 euro. K. is in de veronderstelling dat hij nog steeds met het 11-jarige jongetje chat... en heeft niet door dat zijn vader het heeft overgenomen. K. maakt een afspraak en ontdekt dan pas dat hij te maken heeft met de vader van het kind. Ik zag zijn auto aankomen rijden. Ik ben er achteraan gereden. Ik heb hem eigenlijk klem gereden. Toen kon ik me eigenlijk gelukkig beheersen... Toen heb ik met mijn vinger naar mijn ogen gewezen... en naar zijn kenteken van ik heb je kenteken. En toen heb ik een melding bij de politie gedaan. Door het ingrijpen van de vader wordt erger voorkomen. Maar met deze nieuwe contactpoging komt de uitspraak van K... dat zijn afspraak met David de eerste keer was... dat hij een dergelijke misstap maakte... wel in een heel ander daglicht te staan. Sterker nog, in een later e-mailcontact... laat hij Melvins vader het volgende weten... Nou, hij heeft gemeld dat als ik aangifte zou doen... zouden de gevolgen voor mij wezen. En hij heeft dus ook gemeld. Ik ben erachter gekomen wie die was en waar die woonde. En dat heb ik tijdens een chatsessie een paar keer op de site gezet. En toen heb hij dus gezegd van... ik ga wel op zoek naar een ander kind. Afgelopen zomer, ruim anderhalf jaar na onze confrontatie... moet K. zich voor de rechter in Alkmaar verantwoorden... Zowel voor zijn ontmoeting met David als voor zijn toenaderingspoging naar de 11-jarige Melvin. De eis is 9 maanden voorwaardelijke celstraf en 180 uur dienstverlening. Maar de rechtbank oordeelt anders. K. komt er vanaf met 60 uur taakstraf en 3 maanden voorwaardelijk... omdat de rechtbank vindt dat K.'s tweede poging bij Melvin niet bewezen kan worden. Het bewijs was niet technisch onderbouwd door middel van foto's, printen van de chatsessie... En justitie achtte het wel dat alle bewijzen van mij kloppend waren. Maar de verdediging voerde aan dat die meneer door een drukke winkelstraat reed in Alkmaar. Of een drukke verkeersader. En dat hij waarschijnlijk aan het winkelen was. En dat 2 keer op die dag. Maar ja, dat was Pinkster. Dus er zijn de winkels niet open. En daar heeft de rechtbank geen rekening mee gehouden. Ja, en dan te bedenken dat de meeste ouders een zucht van verlichting slaken... als hun kinderen op de fiets veilig op school en de sportclub zijn aangekomen. K. is overigens tegen de hem opgelegde straf in beroep gegaan. Wanneer dat dient, is nog niet bekend.
Na de reclame ziet u de ontmaskering van een man die zich afgestudeerd filosoof, psycholoog en psychotherapeut noemt. Maar in werkelijkheid geen enkel diploma heeft, maar dat geen beletsel vindt om mensen in psychische nood tegen betaling te behandelen. Tot zometeen. Kijkt u wel eens naar Goede Tijden, Slechte Tijden, Nova of naar Peter R. de Vries misschien? En leest u wel eens een roddelblad? En zo niet, waarom eigenlijk niet? Dit klinkt misschien allemaal heel onbenullig, maar pas op, uw antwoorden zeggen buitengewoon veel over uw persoonlijkheid. De Enschedese psychotherapeut Dr. Bijker wil dit soort futiliteiten tenminste allemaal weten van de patiënten die bij hem behandeling zoeken. En naar eigen zeggen boekt hij verbluffende resultaten. Maar er is één probleem. Hij is helemaal geen psychotherapeut. Bruuk Bijker, beroep journalist, filosoof, psycholoog en psychotherapeut. Sinds enige tijd runt hij het psychotherapeutisch spectrum in Enschede. Een praktijk aan huis. Zijn tarief? €50 per uur. Bruuk Bijker is 51 jaar... en is als gevolg van een verkeersongeluk enige jaren geleden licht lichamelijk gehandicapt geraakt. Het is een grote oplichter. En dat is die altijd al geweest en dat zal die misschien ook altijd blijven. Hij maakt misbruik natuurlijk van mensen die weinig of nauwelijks geld hebben. Ook al in de problemen zitten psychisch. Daar maakt hij misbruik van. Het is half oktober als er op onze redactie enkele tips binnenkomen uit Enschede. We worden geattendeerd op een advertentie die die week is verschenen in het plaatselijke Huis aan Huisblad. Wilt u ook investeren in uw welzijn? Psychotherapeutisch Spectrum Enschede. De advertentie verwijst naar ene Dr. Anders Bruuk Bijker, therapeut en counselor. Maar de man zou nooit zijn afgestudeerd als psychotherapeut. Sterker nog, hij zou überhaupt nooit hebben gestudeerd en zijn praktijk dus runnen zonder de benodigde diploma's. Bij een eerste check van ons blijkt al snel dat de psychotherapeut inderdaad niet geregistreerd staat bij het ministerie van Volksgezondheid, zoals vereist is. Dat is reden voor een consult. Want we zijn inmiddels nieuwsgierig wat de therapie van Dr. Bijker precies inhoudt. In de advertentie kunnen we lezen dat we bij het psychotherapeutisch spectrum van Bijker terecht kunnen voor al onze zorgen en problemen op psychisch en sociaal gebied. We nemen de proef op de som. Een redacteur van ons programma beweert dat zij burn-out heeft. Een mentale gesteldheid die wordt veroorzaakt door stress en grote spanningen en die kan zorgen voor zowel psychische als lichamelijke klachten. Ze belt Bijker om een afspraak te maken. Dr. Bijker, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Met Chantal Scholten. Spreek ik met meneer Bijker? Ja, dokter Bijker spreekt u. Dokter Bijker. Blijf Bijker, ja. Wat zegt u? Blijf Bijker. Oké. Okay. Ik heb al een tijdje last van een burn-out. Oh. Dus ik vroeg me af of ik een afspraak kon maken met u. Ja, dat kan wel. Ja? Mevrouw Scholten, het is natuurlijk wel zo dat burn-out is niet iets waar je zegt van nou zou regel hebben binnen 10 minuten, hè? Nee, dat weet ik. En daarom zit ik dus ook al een paar maanden thuis. En ja. Mijn huisarts zegt van als je maar veel rust neemt, dan gaat het over. Maar ja, vergeet het maar. U heeft daar wel dat andere ideeën over. Dat zou ik niet hebben, in ieder geval. Dr. Bijker doet zich aan de telefoon voor als een man met de nodige ervaring en met kennis over het fenomeen burn-out. En naar eigen zeggen is hij een therapeut die in tegenstelling tot zijn collega's patiënten er snel weer bovenop weet te helpen. We kunnen nog deze week bij Dr. Bijker terecht voor een intakegesprek. In de verwachting dat de therapeut allerlei vragen over de persoonlijke achtergrond van onze medewerker zal stellen, nemen wij de zaken goed door. Onze redacteur zou door problemen op haar werk en een aankomende scheiding in een burn-out zijn geraakt en tijdelijk bij haar zus in Enschede wonen. Onze medewerkers gaan op weg voor het intakegesprek. Wat de therapeut natuurlijk niet weet, is dat het consult met twee verborgen camera's wordt opgenomen.
Dokter Bijker heeft in Enschede praktijk aan huis. Ja. Hallo? Wat zegt u? De woning oogt zo op het eerste gezicht niet bepaald als een doorsnee praktijk van een psychotherapeut. Maar dat hoeft niets te zeggen. Wat zegt u? En dit is hem dan. Dokter Brukbijker. De man kan door zijn lichamelijke handicap moeilijk bewegen, is nauwelijks te verstaan en steekt de ene na de andere sigaret op. Ik kom aan een sigaretje, uitdruk hier ook. Schuif ik aan en dan kunnen we beginnen, akkoord? Ja. Ik heb geen tijdlimiet gesteld. Nou, een uur zei je toch? Ja, dat staat ook normaal voor. Al snel blijkt dat de voorbereiding, met oog op een kloppend verhaal, verspilde moeite is geweest. Dokter Bijker is een man die veel en graag over zichzelf praat en minder over de problemen van zijn patiënten. Vooral over zijn achtergrond kan hij uren uitweiden. Ja, dat klopt, ja. Ik heb de andere instanties gewerkt. Andere instanties? Ja, de GGD onder andere. Ik vermogen nog zo weer, maar. Ja, ja, toen was ik even. Weer, maar. De GGD en iets met. En CRD. CRD is statiegeland. CRD, wat is dat? Constatiegeland onder drugs. Mensen met een verlavingsprobleempje. Zeg maar, dat is een probleem. Ja. Ja, er kan hier binnen zijn, er kan medicijnen zijn. Ja, en ga zo maar door, hè. Drank. Ik kan binnenkort wel medicatie voorschrijven, maar ik krijg van het ziekenfonds krijg ik allerlei papieren opgestuurd. Waaronder ook dat ik zelf medicatie mag voorschrijven. Oh, je mag zelf voorschrijven? Ja, straks wel. Af. Pardon? Dat vroeg ik me al af. Ik heb ook medicatie liggen hoor. En daar ik naar boven kijk, naar Ceylan. Er ligt een lading tranquilizer, ja. Uding zegt hoor. We zijn ruim 20 minuten binnen en nog steeds heeft dokter Bijker geen enkele vraag gesteld over de burn-out en de oorzaak daarvan. Eerst moeten zijn algemene vraagjes worden afgewerkt. Kijk, na een patiënt, cliënt. De cliënt kan het over je patiënt, hè? We praten hier over cliënten en patiënten. Ik. Indien jij een patiënt wordt, bent. Ook niet. Ja, dat lijkt me wel. Om te kijken of dokter Bijker verstand van zaken heeft, schudt onze medewerker naast bestaande medicatie wat verzonnen medicijnen uit haar mouw die indrukwekkend klinken. Ik slik nu citalopram. 40 milligram. Hmm. Of tenminste, dat slikte ik en dat hielp helemaal niet. En dan ben wat ik doet er van dan? Nou, dat is een antidepressief. Ja, dat weet wel. Ik, maar. En nu ben ik aan de Celestine. Mm-hmm. Celestine 50. Ja. Dat is, dat kent u ook vast wel. Ja, ga er maar vanuit, ja. Duidelijk is dat onze therapeut geen idee heeft over wat voor medicamenten het gaat en dat het hier deels gaat om verzonnen medicamenten. We gaan hier nog even op door en noemen nog wat nepgeneesmiddelen. Had u depressie wat zijn? Serostine, dat slik ik nu, serostine 50. Ja, dat is een behoorlijk wat, moet ik zeggen. Ja, is dat zwaar? Dat is redelijk zwaar, ja. Ik heb het over redelijk zwaar. Je is nog zwaarder, hoor. Mm-hmm. Ja. En bitride heb ik ook nog gehad. Mm-hmm. Is dat nu nog relevant? Nou ja, omdat u vraagt naar mijn medicijnen. Ja, weet je nu op dit moment nog niet. Nee, nu alleen dit. Nog serostine, nog bitride zijn bestaande medicamenten. Toch weet onze dokter zonder twijfel in zijn stem aan te geven dat het hier gaat om redelijk zware medicatie. We vragen nog even door en komen met nog een verzonnen variant. Maar dat serostine, wat zij zegt, wordt dat vaak gebruikt? Ja, niet vaak, vaker. En ze hebben wel een handje ervan om dat voor te schrijven, hoor. Ja? Ja. Ja. Is mijn ervaring.
Het is een beetje, ik heb een beetje de indruk dat huisartsen... Ja, en Praximol. Praximol doen ze ook heel veel. Ja, dat is een beetje afschuifmiddel is dat. Maar dan wel een afschuifmiddel dat dus helemaal niet bestaat. Nog kwalijker wordt het wanneer dokter Bijker begint over de behandeling die hij in petto heeft. Hoewel zijn patiënt nog vrijwel niets heeft verteld over de oorzaak van de klachten, weet Bijker al wel hoe de volgende sessie eruit gaat zien. Ja, ik ga je... Voor, met name omdat je wat prikkelbaar bent, ga ik je prikkelen. Hè? Ik ga je uitdagen. Ik blijf gewoon hier zitten, je zit daar of daar. Ik ga dingen tegen je zeggen die totaal niet kloppen, die totaal niet waar zijn. Ik daag je uit tot op de bord. Ik ga je irriteren bij het leven hier ook. Helemaal poepziek geworden en je gaat huilen. Echt hoor. Dat vind je niet leuk. Maar dat is de enige methode om de boom op te komen. Maar wat heb ik daaraan? Wat je dan hebt, dat je het onder controle probeert te krijgen. Van ja, dit wordt nu wel gezegd, maar ja. Okay. Door middel van die zware lading, door middel van die zware lading die je van mij krijgt, kun je de lichte lading aan. De lichte prikkel dingen aan. Denk erom, je krijgt van mij een hele zware lading dan. De medewerker geeft aan last te hebben van zware depressieve stemmingen. Daarvoor heeft de therapeut deze zorgvuldig afgewogen remedie. Ik heb hier toch de prettige kant van het leven te zien. Hoe moeilijk het ook is. Ga wandelen, ga fietsen. Door de bossen en hier van de bossen. Ja? Ga dat zeker doen, hoor. Ja? We nemen het ter kennisgeving aan. Voordat we ervan doorgaan, moeten we €50 afrekenen voor het consult. En ik zie een afslag dan. Ja. Als we een kwitantie vragen, krijgen we dit onprofessioneel ogende bonnetje mee dat we niet kunnen declareren bij de verzekering. De behandelingsmethode van dokter Bijker komt ons niet voor als gangbare therapie. En ook de manier waarop hij reageert op de medicatie is in onze ogen zorgwekkend. Peter gaat na of dokter Bijker is ingeschreven bij het zogenoemde BIG-register. Een organisatie van het ministerie van Volksgezondheid. Iedere praktiserende psychotherapeut heeft de plicht om zich hier te laten registreren. Maar in een fax laat het ministerie ons het volgende weten. De heer Bijker is niet ingeschreven in het BIG-register van psychotherapeuten. En dat betekent dat Bijker met zijn praktijken de wet overtreedt en dus een misdrijf pleegt. Het is duidelijk dat hij er niet voor terugdeinst om mensen die toch al geestelijk onevenwichtig zijn, zonder enig schuldgevoel, geld af te troggelen. En dat maakt ons nieuwsgierig naar zijn verleden en achtergronden. Een onderzoek daarnaar levert vrijwel direct resultaat op. Je zou het niet gelijk zeggen als je de invalide Bijker zo ziet, maar deze welzijnswerker heeft maar liefst 25 antecedenten op zijn naam staan. Delicten variërend van zware mishandeling, diefstal met geweld tot brandstichting. Een kleine greep uit de uitspraken van de rechtbank in Almelo. 7 maanden gevangenisstraf voor het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. 4 weken gevangenisstraf wegens opzettelijke vernieling en rijden onder invloed. En 10 weken gevangenisstraf, waarvan 6 voorwaardelijk wegens diefstal. Allerminst een betrouwbare hulpverlener waar je als patiënt in psychische nood met gerust hart aan kan kloppen. En er is meer. Zo ontdekken wij, als we een vroegere partner van dokter Bijker te spreken krijgen, die niet herkenbaar in beeld wil verschijnen. Geld stelen van mij. Hij heeft gezorgd dat ik mijn huis uit moest door mijn geld op te maken. Dus ik werd mijn huis uitgezet. En toen heb ik ook onmiddellijk de relatie verbroken. En toen, na de tijd, hoor je natuurlijk nog meer dingen wel wat er gebeurd zijn.
De voornaamste drijfveer voor de activiteiten van de neptherapeut is simpeler dan gedacht. Bijker blijkt al jaren te leven met een zwaar alcoholprobleem, aldus Gerda. En om zijn alcohol te bekostigen, breekt hij in en troggelt hij vooral zwakkere mensen geld af. Nu we het toch over alcohol hebben, wat had Bijker ook alweer gezegd over zijn ervaringen als therapeut voor het consultatiebureau voor alcohol en drugs? Ik heb de andere instanties gewerkt. Andere instanties? Ja, de GGD onder andere. En vermogen naar Sabina. Ja, nou ja, toen was ik eventjes... De GGD en iets met... En CRD. CRD heeft stage gelopen. CRD, wat is dat? Consultatiebureau voor drugs. Maar het CAD laat weten de heer Bijker niet als therapeut te kennen. En zijn ex-vriendin zegt hierover. Hij heeft er niet gewerkt. Hij heeft er zelf als patiënt gelopen. Hij heeft niet bij het CAD gewerkt. Nee, hij was daar aanwezig om te proberen om van zijn alcoholprobleem af te komen. Wat hem dus nooit lukte. Van alcoholgebruik tijdens het bezoek aan de neptherapeut hebben wij zelf in ieder geval niets gemerkt. Maar een tweede bezoek staat gepland. Vandaag volgt de behandeling en die blijkt al even weinig in te houden als het eerder gehouden intakegesprek. En dat dus voor een tarief van €50 per uur. Deze boulevardbladen. Ik heb over de nee, weermaatlijst. Nee, nee, waarom niet? Ja, ik vind het gewoon niet interessant. Ja, nee, oké, okay, ik wil even weten waarom, hè. Kijk, dat maakt een beeld van mevrouw Scholt, hè. Dit. Allemaal van de waarom niet. Van de waarom wel. Het tv-programma Blad toevallig? Nee, dat heb ik niet. Dus heel goed gelukkig, ik zag tv voor als je dat heeft. Nou, dat staat kijk, meestal in de krant, hè? Ja, ook dat, ja. Ja, maar je leert dagblad wel zeggen hier in het gemeen, of zo. Ja. Of ook Telegraaf. Dat, nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, ik lees niks nu. Maar wat voor televisieprogramma's? Oh, nou ja, ik heb wat. Kom zo terug. En waarom? Wat is je favoriete tv-programma dan? Nou, dat heb ik niet. Dus je bent geen goede tijden, slechte tijden type, zeg maar. Nee. Kennelijk ben je psychologisch gezien een goede tijden, slechte tijden type... of een ander aan een televisieprogramma gelieerd type. En wat te denken van het programma van Peter R. de Vries? Nova. Nova? Vermist kijk ik wel eens. Peter R. de Vries. Hallo. Kijk ik wel eens. Ja. Ja. Ja, Nova is een programma natuurlijk. Ja, de Vries, PDR Vries is natuurlijk een beetje sensatie af en toe. Vind ik zelf. Ja, het hoort erbij, helaas. Maar de Vries is wel een goeie hoor. Zeker weten. Nou, daar komen we later op terug, zullen we maar zeggen. Na een half uur gepraat over televisie en boulevardbladen... begint Bijker weer over zijn favoriete onderwerp, zichzelf. Je weet dat ik journalist geweest ben. Het is heel dom te kijken. Toen moest ik eindelijk een keer met een cv komen. En paf, kopietje van jawel, van de universiteit. Ja, doctoraal, twee keer over, filosoof, psycholoog. Het was heel dom te kijken, als ze nooit verwacht. Waarom moet ik er nooit over praten? Ik praat er ook nooit over, mijn kennis ben ik niet weg, niet hoor. Maar ik zie geen meerwaarde erin omdat iemand wel psychologisch is. Of dokter anders heeft dat wat, hè? Kennelijk is onze dokter naast psychotherapeut ook filosoof. En dat niet alleen. Ook zou hij dus een glansrijke carrière als journalist achter de rug hebben. Over zijn avonturen tijdens zijn studententijd kan Bijker uren vertellen. Want dat was nog eens een tijd. Gouden tijd gaat me naar Utrecht. Boe. Dikke lol, dikke pret daar hoor. De business ging als student hoor. Nou ja. Oké, okay, je moet natuurlijk wel studeren, maar het was ook veel stap hoor. Allemaal, dat was op, weet je wel. Pof.
tot diep in de nacht. En dan kom je de volgende man met zo'n bol eruit. Want dan denk ik, ik drink nooit veel, ik ken helemaal niet veel alcohol drinken. Nu ben je helemaal niet meer helemaal goed. Ja, een wilde studententijd dus. Maar wat wil je als je zo lang als bijker hebt gestudeerd en zoveel studies hebt gedaan? Het probleem is alleen dat de universiteiten waar hij zegt te zijn afgestudeerd hem helemaal niet kennen. En ook de kranten waar hij als journalist voor geschreven zou hebben kunnen helemaal niets van hem terugvinden. Alhoewel, niets. Hij heeft wel eens in de krant gestaan. Op een andere wijze dan hij zelf claimt. Hoe? Dat ziet u na de reclame. In de jaren 80 staat Bruuk Bijker, die claimt dat hij journalist is geweest, inderdaad in regionale kranten. Maar dan niet op de manier die hij zelf aangaf. In die tijd heeft de man die zich vandaag de dag uitgeeft als psychotherapeut namelijk een heel andere oplichtingstruc waarmee hij de pers haalt. Bijker is een bekend gezicht bij de vele horecagelegenheden in de Enschedese binnenstad. Daar doet hij zich voor als een prominent culinair journalist. Ook oud-buurman Martin Vaanholt, die destijds door Bijker op sleeptouw werd genomen, wist niet beter of hij had te maken met een gelouterd culinair verslaggever. Bijker belooft de restauranthouders een lovende recensie. Maar daar moet wel iets tegenover staan. Gratis eten en drinken. Hij laat zich keer op keer een koningsmaal voorschotelen. Maar tot grote frustratie van de restauranthouders blijft het beloofde stukje in de krant vervolgens uit. Alleen verschijnt er dus wel dit artikel in de krant. Hij lichtte de zaak op. Dat stond ook duidelijk na een 3 maanden, geloof ik, in de krant. Heel veel zaken zijn gedupeerd door hem. En toen begon ik met mij een belletje te rinkelen en dacht van, ja, maar wat is dat voor een persoon? Zo ken ik hem niet meer terug. Ex-buurman Vaanholt kreeg na verloop van tijd te maken met meer praktijken van Bijker. Toen bleek ook dus dat daarna heeft hij het bij mij ingebrongen. Ja, en toen zijn we wel dagelijks dat hij dronkend in een hal zat. En op een, waar ik dan werkte, ook dronkend binnenkwam. En toen hadden we hem wel in de gaten van, ja, dit is een kruimeldiefje, oplichter. Voor die eerste dingen dan. Later kwamen wel andere verhalen naar voren. Die dan hoort alleen maar van verschillende mensen. Dat hij de kast van de wijkraad heeft opgelicht. Even een taxi-onderneming opgelicht. En, maar goed, en dan mee de 3 inbraken erbij. Daar heeft hij voor gezeten. Maar ik beschouwde hem altijd nog als een onschuldig iemand die het voor de drank moest doen. De begrippen bedriegen en bedreigen zijn Bijker dus niet bepaald vreemd. Hij heeft niet een jarenlange carrière achter de rug als journalist, psychotherapeut of psycholoog, maar wel een behoorlijke dosis ervaring op het gebied van strafrecht. En hoewel hij nogal wat medelijden opwekt door zijn lichamelijke handicap, weet hij keer op keer zwakke en psychisch instabiele slachtoffers in zijn omgeving geld af te troggelen. Zo vertelt ex-vriendin Gerda. Bruuk is niet zielig. Bruuk weet heel goed met wat voor dingen dat hij bezig is. Ook de praktijken, noem maar op. Hij weet waar hij mee bezig is. Ja, dus zielig is hij. Nee, hij is echt niet zielig. Het is een grote oplichter. En dat is die altijd al geweest en dat zal die misschien ook altijd blijven. Tijd om in te grijpen dus. Hallo. Tijdens een volgende sessie geeft onze medewerker aan dat ze nog een kennis heeft met psychische problemen die hard toe is aan therapie. En deze kennis is Peter. Het is zo dat ik had u verteld van die vriend van mij, hè, Peter. Ja, die knelde je ook. Ja, precies. En die belde mij net en die was in de buurt. Dus ik zei, ik moet nu echt naar dokter Bijker. Hij heeft
angst om mensen te confronteren, zeg maar. En hij zegt van, nou, vind je het goed als ik dan eventjes aankom om kennis te maken? Zei ik, nou, ja, ik vind het wel goed, dus het kan zijn dat hij zo belt. Maar uiteraard is niets minder waar. Terwijl onze medewerker bij Bijker binnen zit, volgt Peter alles op de voet en wacht hij juist zijn kans af om over te gaan tot actie. Okay. In hoeverre is dat een kennis, Chantal? Nou ja, het is gewoon een kennis van mij. En ik had het erover dat ik in therapie was. Ja, en wel, maar goed, toen zei hij van, ja, ik heb daar echt moeite mee om mensen te confronteren. En ik wil daar eigenlijk ook wel eens over praten met een psychotherapeut. Mm-hmm. Dus nou, ik weet toch wel eentje. Zo, goedemiddag, dokter. Goedemiddag, jongen. Peter de Vries. Oh, die ken ik. Ja, ik u ook inmiddels. Ik ben erg benieuwd naar uw diagnose van een man die zich uitgeeft voor therapeut en dat helemaal niet is. Oh. Wat is daar uw diagnose van? Ik ben vrijgevestigd psychotherapeut. Nou, ik ben geen arts, maar ik ben misdaadverslaggever. En mijn diagnose is dat u een kwakzalver bent en een oplichter. Oh. Oh. U geeft zich uit voor iets wat u helemaal niet bent. Oh. Als u dat vindt, meneer Vries, dan... Nou, zegt u, is het niet zo? Heb ik ongelijk? U heeft ongelijk. U bent geen psychotherapeut. Dat ben ik wel. Oh, waar staat u ingeschreven dan? Ik sta wel ingeschreven. Waar dan? Bij de Vereniging van Psychotherapeuten. Nou, u hoort in het BIG-register te staan en daar staat u niet in. Oh, dat is nu onderweg, heb ik toen mijn cliënt. Oh, dat is net onderweg. Dat is wel heel toevallig. Ja, hallo, dat gebeurt niet van vandaag. Waar bent u afgestudeerd dan? In Nijmegen. Daar bent u helemaal niet afgestudeerd. Oh nee. Dat heb ik nagetrokken. Oké. Okay. Als u het zegt, zal het zijn. Want u bent de bekende Nederlander. Nou, ik doe wel mijn huiswerk een beetje. En dat heeft u niet gedaan. Ja, dat merk ik wel. Want u bent niet afgestudeerd. Mm. U zit de boel een beetje te belazeren hier. Nou, als u dat zegt. Ja, dat hoort u heel goed. Dat is een compliment, maar doe maar. Uw gehoor is goed. Die diagnose kunnen we stellen. Oh. Ik ben nogmaals vrij gevestigd psychotherapeut en mag iedereen zijn. Nee, dat mag helemaal niet. Dan slaat u de plank helemaal mis. Oh. Dit is een beschermd beroep. En u bent daar niet in afgestudeerd. U bent niet ingeschreven. En u pleegt een misdrijf als u mensen hier ontvangt. En doet alsof u psychotherapeut bent. Ja. En ze van alle problemen kan verlossen. Bent u gewoon de boel aan het belazeren? Ja. Als u dat zegt. Ja, dat zeg ik inderdaad. Slikt u nog wel eens een praximolletje? Ik? Ja? Ik slik geen medicatie. Nee? Niet, tenminste niet die medicatie die... Want het mooie is wel dat als u allerlei fopmedicijnen worden voorgehouden... u dat braaf noteert en niet in de gaten heeft dat dat helemaal niet bestaat. Zo'n goede arts bent u. Nou, als betrokken om dan vragen, krijgt u die. Nee. Ja, ik ken iedere medicatie. Ja, u zei dat u het kende. U zei het. Ja, dat ken ik wel. Ja. Reken maar dat ik dat ken. Erbij, hè? Nou, we hebben het allemaal opgenomen, snapt u? Oh, met die praatjes over welke roddelbladen lees je, welke radioprogramma's luister je. Dat is wel een hele aparte therapie, hè, die u erop nahoudt. Oh. Knappen mensen ontzettend van op. Nee. Want dan maak ik mijn achtergrond van betrokkenen. Om een beeld te schetsen van betrokkenen. Ja. Daarom vraag moet ik u dat soort dingen allemaal weten, natuurlijk. Ja. Ik wel, ja. Dan schrijft u wat nepmedicijnen op. Ik niet, de betrokkenen vragen. Dan incasseert u weer €50. Klaar is Kees. Meneer Vries, voor mij is deze discussie ten einde. Ik heb verder niks hier aan toe te voegen. Ik heb na eer en geweten uw vraag beantwoord. En verzoek u nu mijn pand te verlaten. Ja? Wilt u dat doen? Als ik het niet doe, gaat u dan de politie bellen? Ja. De ontmaskering zit de neptherapeut niet lekker. Maar wie denkt dat Bijker na de confrontatie zijn praktijk berouwvol heeft opgeheven, vergist zich. Er worden nog gewoon nieuwe patiënten aangenomen. En kort na de confrontatie krijgt Peter een e-mailtje met een tekst die niet doet vermoeden dat de therapeut zijn lesje heeft geleerd. Integendeel, hij volhardt in zijn rol als academicus en hulpverlener. De diploma's en certificaten met betrekking tot mijn opleiding zijn naar u onderweg. Toch jammer dat u een invalide man met alle benodigde papieren geen kans geeft zinvol voor zijn medemens te zijn.
Maar de diploma's van Bijker bereiken onze redactie niet. Wel krijgen we deze lokale krant onder ogen. Een maandelijkse uitgave van de christelijke gemeente Samen op Weg. Hierin stond onlangs een artikel over het psychotherapeutisch spectrum van Bijker. Er zijn inmiddels een paar weken verstreken. We bellen nog eens met Bijker om na te gaan of de ongeregistreerde therapeut met strafblad nog actief is. Ik ben eigenlijk op zoek naar iemand die mij zou kunnen helpen. Ik heb namelijk last van dwangneuroses. Ja. En ik spreek toch met... U bent toch therapeut, hè? Dat spreekt u mee, ja. Ja. Wanneer zou u tijd hebben voor bijvoorbeeld een intakegesprek? Nou, dat kan bij mij eind van de week gebeuren. Ik moet even mijn agenda raadplegen. Bijker neemt dus nog steeds patiënten aan. En ondertussen hebben we nog steeds zijn diploma's niet ontvangen. Peter neemt daarom nog maar eens contact met hem op. Ik dacht, ik bel u maar eens even op, want ik ben nog steeds in afwachting van uw registratie als therapeut en uw diploma's die u naar mij zou opsturen. Ja. En die heb ik nog steeds niet gezien. Oh, vreemd. Ik heb ze opgestuurd aangetekend nota bene. Ach, en die zijn zomaar niet aangekomen. Nou, ik heb ze zomaar opgestuurd en zomaar aangetekend opgestuurd. Hoe zou het nou komen dat ik dat vermoeden al had dat ze niet aan zouden komen? Nou, meneer de Vries, hier meerdere vermoedens. De beloofde diploma's blijven dus uit. Maar in een nieuw mailtje kondigt Bijker wel alvast aan dat hij juridische stappen gaat ondernemen en dat hij uit is op, hoe kan het ook anders, een forse schadevergoeding. Nou, van zijn advocaat hebben wij nog niets gehoord, dus het zal mij niet verbazen als dit een studiegenoot van hem is geweest, als u begrijpt wat ik bedoel. We praten over deze kwestie nog even door met dokter Anders Delimon, die werkelijk is afgestudeerd en bestuurslid is van het NIP, ofwel het Nederlands Instituut van Psychologen. Dag meneer Delimon. Wat vindt u nou als u deze beelden ziet en de werkwijze van deze man? Van datgene wat ik gezien heb, moet ik zeggen dat dat niets met hulpverlening te maken heeft. En zeker niets te maken heeft met psychotherapeutische hulpverlening. Het heeft meer met oplichting en bedrog te maken? Dit is inderdaad mensen bedriegen. Ja. Dit is een charlatan. Als we de beelden zien, komt het zo nu en dan ook wat lachwekkend over. Maar in hoeverre is het ook gevaarlijk en kwalijk wat hier gebeurt? Want deze man heeft natuurlijk wel te maken met kwetsbare mensen die hun toevlucht tot een hulpverlener zoeken. Dat klopt, ja. Deze man is niet in staat om een diagnose te stellen. Dus uit te zoeken wat er aan de hand is met mensen. En dus ook niet te bepalen wat met die mensen zou moeten gebeuren. Ik hoor hem wel zeggen dat hij van plan is mensen zo te prikkelen dat ze van slag zouden raken, zouden gaan huilen. En alhoewel ik dat niet heb zien doen, denk ik toch dat daar gevaarlijke dingen kunnen gebeuren. Omdat je in een psychotherapeutische hulpverlening mensen inderdaad kunt confronteren. Maar je moet altijd inschatten hoe ver dat je mag gaan. En dat kan hij totaal niet. En deze man kan dat niet. Nee. Dus als hij dat werkelijk zou gaan doen, dan is het zeer de vraag hoe ver dat hij zou gaan. En ik kan me voorstellen dat hij op die manier mensen inderdaad schade kan toebrengen. Dat is niet van gevaar ontbloot. Dat is dan niet van gevaar ontbloot. Nee. Bovendien laat hij zich ook nog uit over medicijn gebruiken. Dat lijkt mij ook gevaarlijk. Zoals de man over medicijnen praat, en u heeft hem een aantal niet bestaande medicijnen voorgeschoteld. Hij doet alsof dat hij die allemaal kent. Dat bewijst dus ook dat hij er feitelijk geen verstand van heeft. Maar hij doet er wel uitspraken over. Of mensen een zware of een lichte dosering gebruiken. Hij suggereert zelfs dat hij binnenkort zelf medicatie mag gaan voorschrijven. Of dat misschien al wel doet. Althans, die suggestie wekt hij. Dat zijn inderdaad ook kwalijke praktijken. Want deze man is daartoe helemaal niet bevoegd. Is justitie geïnteresseerd in dit soort zaken? Voor zover ik weet niet, tenzij dat mensen zich op zo'n manier gedragen dat mensen werkelijk schade ondervinden. Gaat u concreet aan deze kwestie iets doen of zegt u van nou, dat kunnen we niet? Onder andere door mee te werken aan dit programma en duidelijk te maken dat het belangrijk is dat als mensen zich wenden tot iemand die zegt psychotherapeut te zijn of gezondheidszorgpsycholoog, ja, dat ze er goed aan doen om na te vragen, eventueel op internet te kijken
bij het BIG-register of mensen daadwerkelijk geregistreerd zijn. Dat geeft garanties. Dus dit is een waarschuwing? Dit is een waarschuwing, ja. Goed, dank u wel. En een gewaarschuwd mens telt voor twee. Aan het begin van onze uitzending hebben we het gehad over de gevaren van internet. Over waarschuwen gesproken. Maar internet biedt natuurlijk ook heel veel voortreffelijke mogelijkheden en is voor ons de afgelopen jaren zelfs een onmisbare hulp geworden in ons werk. Duizenden mensen bezoeken wekelijks onze site en leveren soms tips van onschatbare waarde. Voor wie nog nooit op onze site is geweest, een kleine kennismaking, gevolgd door een zaak uit de praktijk. De moord op Corine Bolhaar en haar twee kinderen in maart 1984. De verdwenen BB Panja uit het Brabantse Nuenen. En de onopgeloste moord op de 11-jarige Nicky Verstappen uit Heibloem. En de eveneens onopgeloste moord op Marianne Vaatstra uit het Friese Zwaagwesteinde. Dossiers van roemruchte zaken die in ons programma de afgelopen jaren aan bod zijn gekomen, staan ook uitgebreid op onze internetsite. www.peterrdevries.nl. En er is meer. Handige service links, maar ook de rubriek Wie weet wat, met erin onopgeloste zaken die onze redactie graag wil onderzoeken, maar waar uw hulp bij nodig is. Zoals de moord op de 22-jarige Natasja Meijer uit Rotterdam. Het levenloze lichaam van Natasja wordt op 23 juli 1990... aangetroffen in haar woning aan de Beukelsdijk. De gruwelijke ontdekking wordt gedaan door Natasja's eigen moeder. Een ervaring die haar 13 jaar na dato nog bijstaat als de dag van gisteren. Ja, heel erg. Aanblik die je eigenlijk nooit meer vergeet. En waar je nog dagelijks mee leeft. De jonge Natasja blijkt door verwerging om het leven gebracht. De zaak komt uitgebreid in het plaatselijke nieuws en een team van 10 rechercheurs start een intensief onderzoek. Natasja is een alleenstaande moeder van een dochtertje van 4. Ze staat bekend als een vrolijke, maar wat naïeve vrouw met een grote vriendenkring. Op de avond van de moord is ze alleen thuis. Haar dochtertje is dat weekend uit logeren. De recherche vermoedt dat de dader een bekende is van Natasja. Iemand die zich bevindt in de brede kennissenkring van de jonge moeder. Maar ondanks het uitgebreide onderzoek krijgt de politie de zaak niet rond. Langzaam maar zeker verschuift het nieuws over de moord naar de achtergrond en uiteindelijk sluit de recherche het dossier. Tot op de dag van vandaag is het een groot mysterie wat er zich in Natasja's woning heeft afgespeeld. Voor haar moeder is dat een onverteerbaar gegeven. Iedere ouder die een kind op deze manier verliest, en helaas zijn dat vandaag de dag heel erg veel, komt daar nooit echt overheen. Maar als ze dan ook nog geen dader is, dat is dan helemaal heel erg moeilijk te verkroppen. Daar word je zelf, ik zal niet meer zeggen dagelijks, maar wel eens benauwd van wakker. Van er is nog steeds iemand die dat gedaan heeft. Ilone van Poppel weigert zich neer te leggen bij het feit dat de zaak na 13 jaar nog steeds niet is opgelost. Nu de verjaring met de dag dichterbij komt, is er haast geboden bij het boven water krijgen van nieuwe aanwijzingen in deze zaak. Als dit echt verjaart, nou, ik denk dat ik dat niet helemaal kan verkroppen. Dat ik dat zo erg zou vinden. Machteloos. Je bent dan totaal machteloos. Er moeten nieuwe gegevens naar boven komen. Iedereen die het ziet of er naar kijkt, die iets weet, laat alsjeblieft komen. Want dit is ook voor mijn kleindochter heel belangrijk. En dat geldt niet alleen voor dit delict. Maar ook voor de mysterieuze verdwijning van de 63-jarige Adrie Knops, de moord op marathonloper Alex Wiegmink
En de moord op Camille Snaphaan uit Kaatsheuvel, die in oktober 2001 met maar liefst 18 kogels om het leven werd gebracht. Uw informatie kan bij het oplossen van deze zaken van belang zijn. www.peterrdevries.nl. Ja, en zo staat er dus nog veel en veel meer op onze site. Als u wilt, kunt u er uren op rondkijken. En als u iets weet van de moord op Natasja Meijer, Nicky Verstappen, Marianne Vaatstra en de andere getoonde delicten, laat u het ons dan alstublieft weten. Want zonder uw hulp staan ook wij machteloos. En denk eraan, als u iets weet, heeft u nooit een alibi om te zwijgen, maar de morele plicht om te spreken. Tot zover onze uitzending van vanavond. U moet het even een paar weken zonder ons doen, maar op 30 december komen wij met een bijzondere terugblik op de meest spraakmakende scoop van het afgelopen jaar. De Mebel-affaire. En in die uitzending is een spiksplinternieuw interview te zien met Charlie Blavers da Silva, de voormalige bodyguard van Die Lange, alias maffiabaas Klaas Bruinsma. Een uitzending die u niet mag missen. Tot dan.